Vrienden, we gaan even terug naar de WK van 1990 in Italië. En toen was ik constant Wim Kieft aan het pluggen, want ik vond dat Wim Kieft minimaal in de spits moest staan bij Nederlands elftal. Dus elke uitzending had ik wel even een gesprekje met Wim over de stand van zaken, waarom hij niet gespeeld had, waarom hij alleen maar was ingevallen, enzovoort, enzovoort. Dus na een wedstrijd, ik weet niet meer welke het was, zie ik hem staan, maar hij was in gesprek met een heleboel Italiaanse verslaggevers, want Kieft had dus een tijdje, heel veel jaren, in Italië gespeeld. Maar die Italianen die nemen altijd de tijd en dat duurt maar en dat duurt maar en dat duurde mij te lang. Dus ik stapte er gewoon, poep, middenin. Midden in die Italiaanse meute en ik begin gewoon te praten met Kieft. En die Kieft die schiet ook in de lach, want die dacht bij zichzelf, dit is wel heel erg brutaal. En dat was het ook, kijk maar. La tradizione è favorevole a voi con la Germania, quindi. Ma insomma, solo gli ultimi anni abbiamo vinto, eh? Prima non mai. Mag ik ook even een vraagje stellen, heren? Hallo, mag ik ook even een vraagje stellen? Is dat, Willem, hoe is het? Ja, nou, we zijn een ronde verder, maar daar is ook alles mee gezegd, denk ik. Ja, maar je laat je eruit halen, waarom nou? Ja. Hè? Ja, weet ik niet. Ik heb je erin gepraat. Weer kloppen. Weer kloppen? Weer kloppen. Ja, dan praat ik je erin en dan krijgen we dit weer. Ja, nou ja, dat is al een stap vooruit in vergelijking met andere keren natuurlijk. Ja. Zal ik weer met Leo gaan praten even? Ja, lijkt me wel leuk. Ja? Ja. Ga ik doen hoor. Ja, rustig, ik was nog niet klaar, hè? Ja, hallo. Wat zijn we aan het doen hier? Hè? Ja, zijn wij klaar, Willem? Ja, we zijn klaar. Oké, nou dan kan je nu hier gaan. Oké? Ja. En kleren zouden we maken.